Zichtig dat daarom Zaragoza gewoon door kan gaan. Zaragoza op de helft van het Feyenoord weer. En het is Caceres. Caceres hiermee is gekomen. En dan weer de bal terugkrijgt. Geeft hem dan aan Poyet. Poyet weer naar Caceres. Die dan in de buurt van Kibrits het strafgebied binnen gaat. Althans namelijk. En dan speelt hij ook nog eens een keer Witschuit. Jongen. Waar gaat het allemaal makkelijk bij Zaragoza. En dat komt ook wel door het zwakke tegenspel. Als je nog zag hoe Rob Witschuit zijn tegenstander gewoon niet lopen. Die op zijn verkeerde been gezet erop Witsen. Maar dan kan in ieder geval nog hard doorgaan met werken. En weer slecht uitverdedigen Ruud Heus. Feyenoord zit er helemaal doorheen. Is stuk. Nou, Regie Blinken mag ingooien. Terwijl de bal naar Trustvoort wordt gegooid. Naar voren, daar moet de bal heen, zegt Peter Bos. En die zal zo meteen de bal wel krijgen. Krijgt men nu ook van Trustvoort. Terwijl Kibrits daar langs de zijlijn klaar staat om de bal in ontvangst te nemen. En dan weer op avontuur moet. Want iedere keer zet er gewoon individuele acties omdat er weinig aanspeelmogelijkheden zijn. Het is Larsson. Larsson naar Rob Maas. Rob Maas in de buurt van de 16 meter. Nou, via Klus Larsson. Larsson misschien, wat gaat hij doen? Hij schiet hem in! Het is een goal! Larsson! Hoe is het mogelijk? Heeft Ettergoel 30 Engels op zijn lat zitten. Uit een onmogelijke hoek ziet Hendrik Larsson de 1-0 in voor Feyenoord. En de Kuip, die viert feest. Bij Zaragoza een wissel. Ik dacht dat Solana het team heeft verlaten voor Lizaralde. Inigo heet hij met zijn voornaam. En wat is voetbal toch een ongelooflijk onvoorspelbare sport. Je kan zeggen, kans krijgt Zaragoza. Ballen net over, ballen net naast. Ettegoei die geweldig kiept vanavond. Een bal tegen de paal. En de eerste de beste aanval in de 17e minuut van de tweede helft. Via een onmogelijke hoek van Hendrik Larsson. Ongelooflijk. En daar gaat er nog in ook. En de Kuip die viert het feest. Het jongen. Ja, is het dan terecht. Het zal maar eerlijk gezegd een grote rotzorg zijn. 1-0 voor Feyenoord. En dat is nog een lekker standje hoor. Nou, Zaragoza een balbezit via Poyet. Poyet die de bal terugspeelt naar Belsou. En dan gaat de bal over de zijlijn via Feyenoordbeen. En Zaragoza mag ingooien. En wat een sfeer hier in het Feyenoordstadion. Jongen, de bal inmiddels weer achterin bezit van Feyenoord bij het Trustvoel. En die Kuip, die David, die Kuip die stampt en die springt bijna. Ik zou zeggen, jongens, blijf een beetje rustig, dat valt licht al weer uit. Feyenoord weer en misschien een winnenkans bij Larsson. Larsson, dat zal toch niet gebeuren. Larsson, die geeft de bal rechts naar Kibrits. 16 meter gebied. Hij laat de bal lopen, geeft het dan voor. Oh! Jongen. Hoe is het mogelijk, zeg? Het zal toch niet gebeuren dat je een minuutje na die kans alweer een doelpunt weet te maken. Maar de bal die gaat voorlangs, wordt hard ingeschoten door Kibrits. En die bal gaat dan naast de goal van Seydroen. John Walloon, ook hij is zich gaan warm lopen. Ook bij Zaragoza lopen drie spelers aan de zijlijn te rekken en te strekken. 1-0 voor Feyenoord. Absoluut tegen de verhouding in. Ik kan het niet anders zeggen. Maar jij ook al ontstrelen. Feyenoord via Regie Blinken misschien. Terwijl Regie Blinken daar bijna aan bal bezit kon komen. En nu in tweede instantie misschien weer wel. Hij gooit er nog eens een sliding uit. Ja hoor, want daar moet Feyenoord het echt van hebben vanavond. Wat voetbalintelligentie zullen we niet over praten. Over de organisatie zullen we het ook maar niet hebben. Maar over de inzet. Ja, dat is het enige dat dan overblijft. En dat laat Feyenoord in ieder geval op dit moment zien. En dat wordt echt... Door alles wat maar boven de hemel zit geholpen trouwens. Nou, laten we even naar Zaragoza kijken. Terwijl Rob Maas de bal daar hoog bij het hoofd van de tegenstander weghaalt. Is Kibrits. Geeft er wel een Larsson. Larsson. Het lijkt wel wat meer mogelijkheden beginnen te komen. Larsson dan. Geeft er wel een Kibrits. De achtste tegenstander. En die laat de bal lopen. Dat is Jozef Kibrits. Maar het is gefloten. Omdat er wordt geduwd. Zegt hij, zegt de Koho. Terwijl Larsson daar in Zweeds probeert Vins te benaderen. Is het Zaragoza dat een vrije schop mag nemen. Ja, en die Klausio die zich nu al 20 minuten warm loopt. En ook Sajos en ook nog eens een keer Van Loen erbij gekomen. Daar aan die zijlijn. Buitenspel trouwens.
Aider de bal hard wegschiet in de tribunes. Zegt scheidsrechter Coho tegen Esnaider of hij wat aan zijn Argentijnse oren mankeert. Of daar een potje oorsmeer in zit of zo. Want hadden lang gefloten. Maar goed, Esnaider die speelt de vermoorde onschuld. De vrije schop van Trustful richting Kypris komt de bal door. Wordt uitverdedigd door Caceres richting Esnaider. Weggekopt door Peter Bos, maar de verkeerde kant op. En dat geeft weer mogelijkheden voor Higuera. Higuera, die twee spelers van Feyenoord daarom zelf. En dan Rob Maas weer. Rob Maas op inzet. Kijk uit Rob Maas. Die staat al op geel. En nog eens een keer een beetje schopperende beweging. En daar bijna was het Esnaider. En maar Rob Wisten kan ertussen komen. Op twee mannen voorbij. Drie man voorbij. En weer een grote mogelijkheid voor Feyenoord. 4-3. Die situatie met Henrik Larsson. Henrik Larsson zijlijn. Geeft hem een ingeblik. Oh, die staat buitenspel. Jonge jongens, zeg je echt met een hartslag van 582 langs de kant. Maar Regie Blinken die bal een beetje eerder geschoten moeten worden door Henrik Larsson. Maar de kansen, hoe gek het ook klinkt, die zijn toch ineens van Feyenoord. Maar goed, en niet een vrije schop voor Zaragoza's. Wat rest omdat Blinken buiten spel stond. Nog 23 minuten in deze tweede helft. En Zaragoza aan bal bezit. Terwijl de bal richting Jelly gespeeld wordt. Gaat net de goede goal uit. Die roept Lama los tegen Trustful. En die duikt erop met zijn grote magneethanden. En heeft bal bezit. En geeft de bal dan gelijk maar aan Trustful mee. Ja, het publiek. Het gaat er weer helemaal in geloven. 1-0 gaat het voor Feyenoord. Tegen de houding in. Maar de beste kansen deze tweede helft. Nou, althans een paar laatste minuten. Die zijn toch echt voor Feyenoord. Terwijl Revos de bal maar over de achterlijn schiet. Omdat hij allemaal Spanjaarden om zich heen zag. En dat wordt de zesde hoekschop na rust. De negende totaal voor Zaragoza. En Feyenoord heeft nog niet eens hoekschop overnemen. En, maar ja, wel een doelpuntje. En nogmaals, Henrik Larsson. Tjongejonge, wel een goal. Nou, de hoekschop wordt genomen. Die komt van rechts, wordt ingezet, weggekopt, blijft hangen. En dan weer ingezet door Poyet. Weer blijft de bal hangen, wordt uitverdedigd. Dan de inzet van Jelly. Dan staan daar een heleboel Spanjaarden, alleen Trustful. Nou, daar gaat Kypris, die imiteert daar een zeehond om een bal. Nou ja, daar leek het er hier wel een beetje op. Maar via een beetje mazzel gaat hem al over de zijlijn via Jelly. Die ziet dat Rob Maas mag ingooien. Dat lijkt wel kerstmis, want het publiek scandeert Jozef, Jozef. Die ongetwijfeld dadelijk met zijn ezeltje richting kleedkamer zou gaan. Nou, de bal wordt ingegooid door Rob Maas richting Vreese. Die komt de bal achterover naar Poyet, want die kan overnemen namelijk. Dan is het Aragon. En Feyenoord moet uitkijken voor die tegengoal. Ja, dan lopen Esnaider en Higuera wel erg hogeschoolvoetbal te spelen. Want die laten voor elkaar lopen. En dan wordt het niet anders dan een doeltrap voor Ed de Goey. Jongen, het kan toch verkeer in het voetballen. Het kan toch verkeerd hoor. Het is echt, als je al gezegd, het is 0-3 voor Zaragoza. Ja, dan hadden we met z'n allen gewoon onze mond moeten houden en terecht hadden terecht moeten vinden. En, ja, en dan komt ineens zo'n hele rare counter. Je denkt van nou, dat is zo'n onmogelijk hoek, bijna wel achter de achterlijn. En dan kan Cedroen alleen maar die ballen tot net vissen, die inzet van Larsson. De doeltrap van Ed de Goey. Die gaat richting Larsson, die de bal komt behalen. Maar die komt dan op het hoofd van Jelly. Die komt dan uiteraard richting Sasquie van de Goey. Daar maakt Larsson overtreding, mag doorgaan. Wordt van achteren aangetikt, vliegt daar om balcontact. En gaat er op inzet door. Misschien nog Vreese erbij kan. Nee, kan er niet bij. Bos die zich daar probeert van Esnaider te ontworstelen. Maar Esnaider mag doorgaan. En dat is gevaarlijk. Esnaider die bal voorgeeft. En dan uitverdelen door Rob Witsche. En dan staat daar ook nog Poyet. Oh, wat is het daar druk achterin. En weggeschoten door Rob Maas. En Regie Blinken die mee komt verdedigen. Maar Zaragoza blijft gevaarlijk. Het is daar nog steeds Zaragoza. De bal naar de rechterkant ingezet. Laag langs de grond. En hij komt nog bij Higuera. Die zich een beetje makkelijk laat vallen. Terecht. Nou, dan wordt de bal uitverdedigd. Kan Regie Blinken de bal binnenhouden? Nee, dat kan hij niet. En daarom schiet hij de bal in ieder geval nog maar een paar metertjes verder. En mag Zaragoza weer gaan ingooien. Het is hier absoluut zenuwslopend in het Feyenoordstadion. En dat iedereen op het puntje van zijn stoel zit te kijken naar een meest achterlijke wedstrijd die ik me kan herinneren. Het licht wat uitvalt, een ploeg die supersterk is, kansen krijgt en dan nog eens een keer tegen de Woudingen in Feyenoord scoort. Maar ja, in ieder geval spannend. Nou, de bal gaat over de zijlijn via Trustful. Er mag erin gegooid worden. En bij die bal staat Solana. Die, nee, niet Solana is natuurlijk uit, maar Garcia San Juan.
En die gaat de bal ingooien. Dan komt de bal weer terecht. Hoe fijn het uitkijken weer. Samen met de rand van de 16 meter staat Jelly helemaal vrij. En dan net het beentje waarop Maas. En die schiet hem allemaal lukraak weg. Want er staan geen Feyenoorders. En dan krijg je weer dat spelletje wat we heel de wedstrijd al zien. Dat Feyenoord weer terug gaat. Er waren even wat overlevingsstootjes. Peter Bosz die de bal wegkopt voor de aanstromende Sneijder. En dan gaat de bal naar Regie Blinker. Regie Blinker naar Revels. Revels naar Vrees. Die moet uitkijken, want naast hem staat iemand. Dan gaat de bal naar Trusvel. Trusvel naar Kiepris kan, maar ook naar Rob Maas. En dan Rob Maas die zoekt en vindt ook Kiepris. We zijn in de 25e minuut van de wedstrijd met die 1-0 voor Feyenoord. Proces Jozef Kiepris speelt in de voeten van Erik Larsson. Larsson, waar Rob Maas mee gaat, krijgt ook de bal. Gaat Larsson richting het stadsgebied van Saragossa. Gaat de bal weer terug naar Jozef Kiepris. Larsson die weer terug is. Larsson die vindt dan waarschijnlijk Rob Maas. Die staat nog vrij langs die zijlijn. Speelt al heel raar op. En dan staat Kiepris wel vrij en dan scoort ook wel. Maar er is gevlacht en gefloten voor buitenspel. Dat zou eens een mooie beweging van Rob Maas. Maar Jozef Kiepris, die waarschijnlijk even met zijn gedachten bij die ezel was, die lette niet op en stond daarom buitenspel. Snel genomen Saragossa. En de bal naar Trusvel. Trusvel dan Rob Witsen. Die kopte naar Henk Vrees en in de middencirkel. Terug naar Revels. Revels dan naar Peter Bosz. Peter Bosz die zich aandient aan de rechterkant. Moet veel meer bewogen worden tot middenveld. Peter Bosz nog steeds. Dan Rob Witsen. Die gaat daar het gat in. En nou, via mazzel krijgt hij meer zijn bezit. Loopt dan tussen twee Spanjaarden. Krijgt dan een setje en een vrije schop daardoor mee. En op een meter of 20 van het stadsgebied van Cedroen. Een vrije schop van Rob Witsen. Is snel genomen. Jozef Kieper gaat schieten. Jongen, die krijgt de geest. Die voelt zich ineens weer een jaar of 20. Maar goed, de beweging was in ieder geval van 35. Want de bal gaat naast de goal van Cedroen. En het wordt niet meer dan een doeltrap voor Zaragoza. Nog altijd Clausio, Esaias en Van Loen die zich warm lopen. En Geert Meijer naar wie toe gaat. Ik denk dat hij naar Esaias toe gaat. Die waarschijnlijk dan in gaat vallen van Henk Vrezen, vermoed ik. Esaias die nu het seintje krijgt van Geert Meijer. Nee, alleen maar een ander berichtje. En dan de uitval van Saragossa. En de sliding van Rob Maas die de bal over de achterlijn schiet. Nou, dat wordt hoekschop nummer 10 voor Saragossa. De hoekschop wordt genomen van links door Jelly. Angela de Guana Jelly die de bal naar voren plaatst. Die komt er bij de tweede paal. En net de goede die met de rechtervuist de bal wegschiet. En dan gelijk ingezet. Oh! Schitterend schot van Garcia San Juan. Maar wat steekt Ed de Goeie in een beren voor hem zeg. Ongelooflijk. Die ronselt werkelijk alles uit zijn gooi. Waar hij ook maar bij kan. En ik denk al die Amsterdamse criticasters en van de Zaar-lobbyers voorlopig weer even de mond moeten houden. Want Ed de Goeie keept vanavond echt een wereldpartij. Maar ja goed, er komt wel weer een hoekschop voor Saragossa. Die vanaf de rechterkant genomen gaat worden. En Feyenoord moet echt uitkijken. Moet die 0 vasthouden. Die 1-0, ik vind het heel erg aardig. En ik denk ook het meest maximaal haalbare. Alhoewel je weet het maar nooit in deze wedstrijd. Er komt de hoekschop naar de penalty stip. En dan gaat Sneijder de lucht in. En ook Rob Maas en Rob Witsen die knalt de bal dan weg. Doet dat richting Larsson. Die ontdoet zich daar van de tegenstander. Oeh, wat is hij sterk aan de bal. Aan alle kanten wordt hij nu geduwd en getrokken. Nou, en Larsson die trekt dan het langste eind. Want hij krijgt de vrije schop mee. Kieprits die dan ook maar de bal laat liggen voor Trusvel. Want Feyenoord gaat natuurlijk even positie kiezen voorin. Trusvel die nog even een schijnbeweging maakt over de bal heen trap. Terwijl we nog 16 minuten te spelen hebben. 1-0 voor Feyenoord. De vrije schop van Orlando Trusvel naar Henk Larsson. Komt hem door. Regie Blinker misschien. Regie Blinker misschien. En dan Henk Larsson. Oeh, bijna krijgt hij de bal nog mee. Dan Jozef Kiepris in tweede instantie. Kiepris gaat dan langs de man. Maar nog een... En aan de kant van Larsson. Buitenspel gegeven. Buitenspel gegeven. Die grensrechter die had de vlag al omhoog. Ja, en Feyenoord krijgt toch kans hoor. Iedere keer zijn er maar die gekke momenten. Net die buitenspelgoal van Kiepris. Nu weer die kans voor Larsson. Maar ja, het zijn net die metertjes die de Feyenoordspelers buitenspel staan. Ja, en dat wordt dan uiteraard voor gefloten. De bal eventjes kwijt achter het doel van Cedroen. Die van de zijkant wordt gegooid door de UEFA-waarnemer. Die vraagt om meer ballen aan het terrein krijgt van Feyenoord. En een vrije schop van Cáceres. Die de bal naar voren knalt. Wordt opgevangen door Poyet in doorkop. Maar dan zit er op Maas ertussen. En dan weer Cáceres. En dan aan de linkerkant is Saragossa in balbezit. En dan gaat de bal naar Higuera. Higuera naar de middencirkel. Die bijna Rob Witsen. Nee, die kan net niet bij de bal. En dan kan Saragossa toch doorgaan. En de bal via
via Rob Maas naar Larsson. Ja, het zijn countertjes die Feyenoord in de wedstrijd heeft gebracht. En meer zit er ook niet in. De bal gaat over de zijlijn via Rob Maas. En dan mag Saragossa gaan ingooien via de invaller. Die heet Lizarralde. Nou, de bal naar Higuera. Higuera die bal ook weer afgeeft dan naar Aragon. Aragon die aan de rechterkant veel ruimte vindt bij Belsu. Die voorlopig even wacht en dan gaat schieten richting Higuera. Higuera met de achterlijn. Giet de bal wel, maar die gaat over de achterlijn. En daarom wordt het niet meer dan een doeltrap voor Ettegoei. Die de bal gelijk uitschiet naar Ruudheus. Ruudheus die de bal mee kan nemen. Ruudheus verloopt nog een vrije veld. Er komt dan Poyet in de buurt. Ruudheus nog altijd in de voeten van Regie Blinker. En dan een overtreding tegen Regie Blinker. De vrije schop voor Feyenoord. We zijn het laatste kwartier ingegaan, nog 14 minuten met deze 1-0. Maar ik denk allemaal dat u het met me eens zal zijn dat Feyenoord absoluut niet mag mopperen vanavond. En die 1-0, ja, het is echt een godswonder hoor. Ruudheus gooit de bal naar voren richting Larsson. Die vangt hem half op, probeert hem half te koppen. Dan is het Jelly die op een mooie manier de bal weghaalt bij Larsson. Esnaider die aangespeeld wordt aan de linkerkant van het veld. Dan gaat Peter Borst erin, die verliest dan het contact. En dan moet Esnaider uitkijken, Rob Maas trouwens ook. En dan gaat Esnaider alleen op het laatste moment een setje. En daar komt Ettegoei. Maar wat zijn die spitsen van Saragossa levensgevaarlijk. Wat zijn ze snel en behendig. En we gaan ze trouwens ook vanavond slordig met hun kans om. Kiepritz aan Rob Maas. En die kan niet terug. Dus je moet naar voren toe. Die wordt wel gehinderd aan Rob Maas. Ziet hem maar tegen een tegenstander aan. Maar gaat de bal ook weer tegen zijn eigen been. En dan kan hij beter opletten op het spel. Dan gaan mopperen. Ingooien door Lizarralde. Die gooit de bal naar Esnaider. Dan aan de linkerkant Jelly. Die ziet de bal laag in. Weggewerkt dan door Henk Vrezer. Henk Vrezer dan Rob Witsen misschien. Maar die kan de bal niet plaatsen. Maar die kan Aragon overnemen. Die gaat schieten. En plaatst de bal dan te ver het strafschopgebied binnen van Ettegoei. Die de bal rustig over de doellijn laat lopen. En dan mag Feyenoord een doeltrap gaan nemen. Vier gele kaarten had Coho in de eerste helft nodig om de wedstrijd een beetje rustiger te maken. Terwijl er twee spelers geblesseerd op de grond liggen. Eentje van Saragossa en eentje van Feyenoord. Dat zijn Vrezer die waarschijnlijk vervangen gaat worden. Nu trouwens zijn handen aan zijn linkerbeen heeft terwijl zijn rechterbeen aan de bovenkant ingezwachteld zit. En dat is bij Saragossa Higuera die geblesseerd ligt. Vier gele kaarten. Ik zei het, had Coho nodig om die wedstrijd een beetje rustiger te brengen. Henk Vrezen, Rob Maas namens Feyenoord en Poyet en Solana die zojuist met een blessure het veld heeft verlaten. Die werd op de bol geslingerd. Rob Maas erg uit moest kijken op een gegeven ogenblik dat hij niet tegen een tweede gele kaart zou aanlopen. En het licht is ook nog uitgevallen. Wat er vanavond allemaal gebeurd is, ik weet het niet. Ik ga er vanavond in bed maar eens op mijn gemak over lopen nadenken. Of liggen nadenken. En dan misschien dat het morgen dan weer een beetje in de gaten heeft. Hoe het allemaal is gegaan hier. Want het is bizar. Een hele bizarre avond. Terwijl zometeen waarschijnlijk de mensen die warming-up aan het verrichten zijn de kleedkamer weer kunnen opzoeken. Want Feyenoord heeft nog 11 minuten te gaan. Het is de vrije schop van Ettegoei. Die plaatst hij naar Ruudheus. Ruudheus dan. Die moet even zoeken. Het was geen vrije schop, maar een doeltrap natuurlijk. Ruudheus dan naar Revels. Revels. En dan is het zoeken naar de vrije mensen. Het is Trustful die mee opgekomen is. Terwijl Peter Bos bij Esnaider blijft hangen. Is het Trustful die op de helft van de tegenstander komt. En dan links richting Larsson speelt. En dan kan Larsson de bal wel beroeren. Maar ja, dan wordt de bal toch teruggespeeld door Alberto Belsu. Op doelman Cedroen. Die de bal dus weg moet knallen. En Ruudheus de bal kan opvangen. Nou, die verliest er bijna aan de tegenstander. Die moet niet te laag paniek gaan doen. Want je zal net zien dat de spitsen van Saragossa de hele wedstrijd de mooiste kansen krijgen. En dan ook nog eens een presenteerblaadje, de afzoekhout worden gecreëerd. Ruudheus gooit de bal naar Trustful. En Feyenoord op de helft nu van de tegenstander met een aantal spelers. Het is Larsson, maar dan komt Caceres voor hem lopen. Die kan de bal meenemen in de middencirkel. Komt het helft van Feyenoord. Dan Henk Vrezer en Rob Maas. Maar Peter Bos die dan het gaatje dicht. Geeft hem een Kiepries. Nou, die geeft een paas. Daar lust er 100 geen brood van. Maar die komt dan gewoon bij Larsson. Dan krijgt Kiepries de bal weer terug. Het publiek voor me gaat weer staan. Kiepries in balbezit. Dus een ongelooflijk hoeveelheid blauwe hende. Geeft dan een goede paas op Larsson. Larsson op linker. Linkerkant. Daar buitenspel gegeven. Buitenspel weer de grensrechter. Ja, ik kan het hier wel aan absoluut niet zien. Maar de man stond gedecideerd te vlaggen. En op het moment dat Blinker die kans kreeg, ging die vlag omhoog. Maar ja, Feyenoord krijgt toch ook de mogelijkheden. Dat zou toch ook wel, laten we vooropstellen, wel heel tevreden met die 1-0 moeten zijn. Toch is heel voorzichtig dat je zo mogen snuffelen aan zo'n 2-0. Want dat zou toch wel een hele aardige stand om af te reizen naar Saragossa over 2 weken. Waar Feyenoord op diezelfde donderdagavond de 16e zal gaan spelen. De vrije schop op het hoofd van Poyet en ook een beetje met Henk Vrezen. Er kan Witsen ertussen komen naar Blinker plaatsen. Dan zit daar Belsu tussen. Die giet de bal naar voren toe. En dan gaat de bal
waarschijnlijk over de zijlijn. Of kan hij nog binnen worden gehouden? Nee, hij wordt binnengehouden. Goede manier trouwens. En dan moet van het uitkijken weer. Goed gezien wat rustvol. En Blink naar de bal kijkt. Passeert op zijn gemak nog even 2-3 mensen. Probeert dan Blinker aan te spelen. Dat gaat heel goed. En dan Blinker tussen 3-4 Zaragoza spelers. Ja, dan raak je de bal bijna kwijt. En nu helemaal. En dan heeft Aragon bal bezit. Die schiet dan terug naar Aguado. Die moet de bal dan wegmappen. En dan kan Feyenoord via Rob Maas en Regie Blinker wel wat doen. Regie Blinker. Dan keeper is vraag van de bal. Naar Lassop. En die wordt aangetikt. Wat gaat Toho doen? Hij geeft een vrije schop. Een goal! Een goal! Maar wat doet Toho nou? Hij heeft al gefloten voor een vrije schop. Wat een krankzinnige wedstrijd. Een vrije schop in ieder geval voor Feyenoord. Omdat Lassop wordt aangetikt. Hij geeft geen gele kaart. En dan wordt er nog een doelpunt gemaakt ook. Maar ja, dat was al gefloten. Wat een wedstrijd. Ongelooflijk. Een soort harem waar ik in zit nu. Nou, de vrije schop met Larsson, Kiepriets en Rob Witsche bij die bal. Kiepriets die eroverheen loopt. Ko heeft al lang een signaal gegeven. Muur op 9 meter. En achter de bal staan Larsson en Witsche. Jong, wat zal er niet gebeuren? Zegt 1-0. Nog 9 minuten te voetballen. En Feyenoord bij de vrije schop aan de rand van de 16 meter. Een metertje erbuiten aan de linkerkant. Het is Larsson die gaat schieten. En via een hoofd gaat de bal over de achterlijn. De eerste hoekschop voor Feyenoord. En die zal worden genomen door Regie Blinker. Nou, ik denk dat de dames die op het moment aan de radio gekluisterd zitten een buitengewoon opgewonden heer vanavond thuis krijgen. Zet hem alvast een paar biertjes klaar en maak ze op voor alles wat mooi is in het leven. Maar goed, de hoekschop van Regie Blinker. Vanaf de linkerkant gaat wegdraaien van de goal. Komt achterin terecht richting keeper Cedroen, want die pakt de bal op. Krijgt ook nog een vrije schop mee. Op de rug werd gelopen door Henrik Larsson. En dan komt die vrije schop van Cáceres. Hoe lang nog? We zijn 37 minuten exact bezig in deze tweede helft. 1-0 staat het voor Feyenoord door die goal in de 71ste minuut van Henrik Larsson. Helemaal tegen de verhouding in, want Feyenoord stond echt op het randje van de afgrond. En daar verliest Schneider de bal aan Henk Vrezer. Daar kan Peter Bosz doorgaan. Henrik Larsson aangespeeld. Die probeert dan gelijk de bal door te plaatsen naar Witsche. Maar dat wordt doorzien door Aragon, die in de middencirkel bal bezit. Heeft de bal rustig afgespeeld naar Poyet. Poyet dan naar links, naar Schneider. Dan is het erop Maas die een overtreding maakt. En dan mag Zaragoza dus een vrije schop gaan nemen. Nou, een meter of 10, 12 buiten de 16 meter. Terwijl Coho achter die bal gaat staan en Feyenoord John Verloen gaat inbrengen. Nou, kijken voor wie John Verloen ingebracht gaat worden. Dat zal worden gedaan voor Henrik Larsson. En de wisseling in het team van Feyenoord. En het laatste applaus van Nederlandse supporters verlaat Lillebeek en Henk Larsson het veld. En binnen de lijn van de grond en natuurlijk ook met applaus en jongeren steun in nummer 13. Ik denk niet eerlijk gezegd dat het een publiekswissel is en aan de reacties van het publiek te horen had ik ook niet het idee dat ze ermee instemden. Maar de vrije schop voor Aragon voor Zaragoza. Ik zei het al, de bal een meter of 10, 12 buiten de 16 meter. Het muurtje van drie mensen met Bosz, Witsche en nu ook Van Loon. En zij zetten Coho die ook nog een tweede wissel gaat toepassen in Zaragoza. Er komt Najim in het veld, moet ik zeggen. En ook allebei de teams nu hun beide wissels gebruikt. Nou, ik kijk nog even naar die vrije schop van Zaragoza. Van Aragon, die schiet ineens. Oh, weer de groei. Jongen, Jelly die eruit is gegaan. En weer de groei. Jongen, wat kipt die man weer op partij. En de bal via zijn vuist over de lat. Dat betekent weer een hoekschop voor Zaragoza. De 12e van deze wedstrijd. Feyenoord heeft 1 mogen nemen. We hebben nog te spelen. 6 minuten officieel. Maar wat trekt scheidsrechter de code er nog bij? De hoekschop vanaf de linkerkant door Zaragoza. Een hoop beweging wordt laag ingezet. Kort gegeven krijgt de invaller weer terug naar het team. Die speelt de bal gelijk weer in dan. En dan uitkijken voor Feyenoord. Weggewerkt door Witsche. Maar er staan helemaal geen Feyenoorders voor in. Feyenoord moet niet te veel blijven hangen, denk ik. En dan is het Belsou die de bal in zijn bezit heeft. Gooit de bal naar voren toe richting Garcia San Juan. En dan rolt de bal over alles en iedereen heen. En zeker over de doellijn. Want dan wordt het niet meer dan een doeltrap voor Ed de Goey. Verbazing, denk ik. Verwondering. Volop
Meer kan er nog niet heersen, denk ik, hier op de tribunes van het Feyenoordstadion. Wat een krankzinnige wedstrijd vanavond. Rob Maas, die dan Kieprits aanspeelt en dan bijna wegloopt van Lizarralde. Nou, dan krijgt John Vloen de bal bij Kieprits. Die maakt de hens. En dan gaat de bal via een Spanjaard over de zijlijn. En daar ineens een onbesluiste inzet van... dat was Cáceres op Kieprits die een overtreding maakte. En Cáceres die zich daar heel boos over maakte. En de Spanjaarden bij scheidsrechter Coho verhaal halen. Nou, een beetje onrustig allemaal. Daar deelt Schneider nog wat stomp uit. Dat was op de rug van Rob Witsche. Die nu nog eventjes Higuera van zich afduwt. En daar krijgt Higuera een klap in het gezicht van Rob Witsche. En Higuera die stort dan op de grond. Maar heeft de grensrechter het gezien? Want Rob Witsche gaf daar wel degelijk een dreun. Wat heeft de grensrechter gezien? Gaat scheidsrechter Coho naar de grensrechter toe of niet? Nou, Higuera die daar nog steeds als de vermoorde onschuld op de grond ligt. Gaat Coho inderdaad naar de grensrechter toe. Oeh, gaat Rob Witsche eruit of niet? Coho praat met de grensrechter. En wat gaat Coho doen? Hij doet niets, denk ik. Nee, hij grijpt niet naar zijn borstzakje. Hij gaat wel naar Witsche toe. En hij gaat eruit hoor, denk ik. Witsche gaat eruit. Ja, daar komt de rode kaart. En ik moet eerlijk zijn. Witsche die deelde een stomp uit in het gezicht van Higuera. En Witsche was ook heel dom dat hij dat deed. Want het gebeurde gewoon een opstootje. En dan kan je maar beter rustig blijven. Terwijl daar Ruud Heus en Regie Blinker vragen naar vakantieadressen aan de Finse scheidsrechter. In dat mooie bosrijke land. Of misschien dat er wel andere zaken gaat. Gerard Meijer erbij. Ed de Goeie erbij. Wat een rommelig einde van deze wedstrijd. Ook Ruud Daniels die nog eens een seintje geeft aan Clausio. En Feyenoord gaat gewoon met 10 mensen verder. Wat een domme daad van Rob Witsche. Heen en weer werden er klappen en duwen uitgedeeld. Maar die van Rob Witsche was wel erg goed te zien. Want de grensrechter stond ongeveer op een meter afstand. En Rob Witsche die balend naar de kleedkamer zal afreizen. Met Ruud Daniels, de verzorger. En moet nagaan dat er een situatie gebeurde. Dat Feyenoord een vrije schop te nemen krijgt. Of een ingooi. Wat wordt het? Nee, een vrije schop. Van schijt het. Nee, het wordt gewoon een ingooi. Dan is het Rob Maas die de bal toegegooid krijgt van... Jozef Kieprits, onrustig einde, nog 3 minuten officiële speeltijd. Maar er zal aardig wat bijgetrokken worden. Feyenoord met 10 man verder en mist in ieder geval in de volgende wedstrijd Rob Witsche. Het rust voelde hij de bal dan, hij ziet dat de keeper Cedroen ver voor zijn goal staat. En probeerde dan de bal over hem heen te lobben, maar dat was wel erg opportunistisch gedacht. En de bal gaat over de zijlijn, over de achterlijn moet ik zeggen. Het wordt dus een doeltrap van Cedroen. En Saragossa dan niet eens zo ontevreden is met die 1-0. Want die maken weinig haast en tempo om die bal naar voren te krijgen. Cáceres die de bal krijgt. Die geeft de bal in de voeten van invaller Najim. Najim die de bal naar voren knalt. Richting het hoofd van Rob Maas. Die kopt hem en die gaat hij over de zijlijn. En dan kan Ronald Peter Bosch er niet meer bij. En dan kan Saragossa gaan ingooien op een meter of 2-3 afstand vanaf de cornervlag. Nou, het is Van Loen, die staat de gebaren daar aan de rand van de 16 meter. En Najim die de ingooi gaat nemen, gooit hem daar naar een speler, krijgt hem weer terug. Nog steeds Najim achtervolgt de Errol Revos. En dan is het Higuera die de bal krijgt bij de achterlijn. En gaat de Kieprits, die laat de bal gewoon de achterlijn heen rollen. En die Jozef, dat is echt de ster van de avond hoor, bij het publiek althans. Ik denk als Dick van der Bolle dadelijk deze wedstrijd moet gaan analyseren dat hij er geen goed woord voor kan vinden. En dat kan hij ook niet, want het is natuurlijk een hele rare wedstrijd waarin Feyenoord zoveel mazzel heeft met die 1-0 voorsprong. Maar ja, dat maakt die wedstrijd ook ongelooflijk spannend met de doeltrap nu van het de goede richting van Loen. Die kan er niet bij, krijgt de vrije schop tegen. Of die geduwd zou hebben terwijl Sayas nu in het team gaat komen. En wie gaat er eigenlijk uit? Even kijken, dat is Regie Blinker. Het is Van Hanegem die geen enkel risico wil nemen. En een aanvaller verwisselt voor een verdediger. Nou, de laatste 3 minuten, het is nog maar 1 minuutje hoor. Een officiële speeltijd dan. En Regie Blinker die op dit moment het veld verlaat. Nou, die ongeveer de motoriek heeft van mijn overleden opa. Want die wel erg traag loopt. En nog eens even wordt toegezongen door het publiek. Nou, die schudt de hand tegen Harvey Esayos.
die dan als een speer het veld ingaat. Want het is de vrije schop van Zaragoza. Die te snel werd genomen door Caceres, zegt Coho. Nou, in de middencirkel heeft Aragon balbezit van Zaragoza. Aan de rechterkant ruimte bij Dalsu. Dalsu die de bal krijgt tegenover Esayas. Valuni dan gaat jagen. En dan moet de bal naar links gespeeld worden. En dat gebeurt ook richting Nacim. Nacim weggekopt door Rob Maas. Opgevangen door Kiepriets. En dan zoeken en wachten even en kijken naar die vrije man. Rob Maas die zich aandient. En dan wordt het al heel vol. Ja, Valuni die is ongelukkig gespeeld, die bal van Maas. Maas dan naar Higuera. En dan laat Schneider zich vallen. Als zij zet de Coho, geeft wel een vrije schop van Zaragoza. Wat een overtreding gemaakt zou zijn door Peter Bos. In de blessuretijd gaan we nu 1-0 snel voor Feyenoord. Door die goal van Henrik Larsson. Terwijl Fernandez, de trainer van Zaragoza, langs de kant nog eens tekeer gaat. Alle spelers van Zaragoza op de helft van Feyenoord. Iedereen ook in de buurt van het strafschopgebied. Feyenoord met alleen Trusvoel achterin en de rest dekt de tegenstander. Het is de goeie die gespannen in zijn doel staat bij die vrije schop van Nacim. Nacim, terwijl de muur op 9 meter wordt gezet. De muur die bestaat uit Peter Bos en Van Loen. Daar gaat Nacim van ver schieten. Maar die gaat over de goal heen van Ed de Goeie. Die de bal rustig laat overgaan. En zo meteen de doeltrap mag gaan nemen. Een rode kaart voor Rob Witsche. De enige goal van de wedstrijd voor Rob Witsche. De blessuretijd die bereid is. Nou, Feyenoord heeft echt het absoluut haalbare uit deze wedstrijd weten te halen. Want meer zat er wat de Rotterdammer ziet in. Nou ja, laten we die kansjes niet vergeten. Want die waren natuurlijk wel een paar voor Blinker en voor Kiepris en voor Larsson. Maar goed, Zaragoza had het merendeel van de mogelijkheden in deze wedstrijd. Maar ja, zo! Dan gaat Esayas even door op een tegenstander. Nou, dat die nog wel even zijn meevallen. En Coho die geeft alleen een vrije schop. Nou, Esayas, dat deed een beetje terugdenken aan een wedstrijd in Den Helder, geloof ik, die gespeeld werd. Vrije schop dan van Zaragoza. In de voeten van Aragon, die bal. Aragon, bal richting Sassengebied, richting Poyet. Poyet terug naar invallen Nacim. Nacim tegenover Jozef Kiepriets, die zich het bammy-wammy werkt vanavond. Peter Bos bij Esnaider en overal John Valloon. Peter Bos wint, werkt de bal weg. Opgevangen dan weer door Zaragoza. Aan de linkerkant bij